Ja, oké. Dus we hebben deel 1 was dienenband, deel 2 was dienenband en een kort testritje. Deel 3 is dus de achterste band. We zijn er volop mee bezig. Ik heb de as heb ik eruit gekregen na lang prutsen. Het is eigenlijk vergelijkbaar met dienenas. Alleen dienenas moet je er echt uitdraaien. En bij dienenas zit er hier ook een knelbout. En aan de andere kant ook een kroonmoer. Maar de keer dat die kroonmoer eraf is en die bout open, kunnen we hem er in principe gewoon uittrekken. Alleen ja, dat lukte natuurlijk niet. En dan bleek, ja, het viel mij al op dat dat boutje dat hier zat, dat dat eigenlijk dat dat een veel recenter boutje leek dan hetgeen dat van voor zit. En uiteindelijk heb ik hem zelf, kijk, is hem afgebroken. Ik heb hem ondertussen al uitgeboord. En dan kon ik de as er wel uittrekken en wat blijkt, wacht, ik ga de as er even bij nemen. Dit is de as dat ik eruit gehaald heb, dat is ook zo een afdekplaatje voor de lagers wat af te schermen. De as is ten eerste al redelijk droog. En dus hier zit die kroonbout op, dat hij er niet uit kan. Ja, hier heb ik dan een sleutel gebruikt. Maar je ziet hier, kijk. Wacht, je ziet dat niet zeker. Hier zie je. Hier is een uitsparing gemaakt in die as. Waar dat andere boutje dan doorheen past. Van voor is net omgekeerd. Van voor is de as gewoon door, maar allez, loopt de as gewoon door. Dus zo. Maar is het boutje dat erin zit uitgespaard. Kijk, dat is de overschot ervan. Je ziet hem. Ja, ik zat dan nog off-center ook natuurlijk. Ik heb mijn frame gelukkig wel net niet geschonden. Maar je ziet, kijk, ja, het was zelf een klein beetje. Ah ja, nee. Dus ditgene dat je hierop ziet, dat stuk dat kapot is, dat is omdat ik uiteindelijk met veel kracht die as wel heb kunnen ronddraaien. Maar dan was ik dus eigenlijk dat boutje kapot aan het vreten. En mijn as, die as zal veel zwaarder materiaal zijn dan dat boutje. Hè. Maar dan kreeg ik hem dus wel eruit. Allee, lang verhaal kort. Het is eruit. Het gaat een nieuw boutje in komen. Ja, nu moet ik nog. Krijg hem los. Maar krijg hem er niet uit. Hier zit hem er tegen. Dus ik denk dat ik de onderkant eruit moet schuiven. Maar daarvoor moet die uitlaat weg. Dus nu ga ik eerst die uitlaat verwijderen. Ik heb al gekeken naar de trommelrem. Kan je dat zien? Het is een beetje hetzelfde verhaal als van voor hoor. Dus al vrij ver afgesleten. En zo geglazuurd, allemaal was, ja, veel te glad natuurlijk. Hè. Dus ik heb voor zowel van voor als van achter nieuwe remblokken besteld. Ja, dus dat was. Ik had er al een keer een nieuw beultje aan hangen. Ik moest mijn bouten nog inkorten, zag ik nu. Maar ik kreeg hem er nog altijd net niet uit. Dus misschien als ik mijn band los. En ik moet er toch af. En de nieuwe zijn een beetje smaller. Misschien lukt het als ik mijn band los. Amai, ja. Hoe nipt is dat? Dus ik heb echt gewoon mijn band moeten lossen om die er van tussen te krijgen. Zo, ik zag dat die breder is, maar dat is ook maar een vermoeden. Hè? Dat ik heb. In elk geval platter. Mijn voorste band was nog het meest versleten eigenlijk. Nee, kijk, er zit wel een verschil op. Hè? Ja, ik ga die nu. Dat is een afwachting van mijn nieuwe trommelrem schoenen. Dus dat is dat hier gewoon, die halve cirkels, die twee. In afwachting van de levering daarvan ga ik deze gewoon opschuren. Maar hier, daar ligt zo vet op en al. Dus deze zijn gewoon vettig. Dus ik ga ze ook even ontvetten, deze. Maar ja, daar komen dan ook nieuwe op. Hè. Voilà. Ziet dat weer veel beter. Ja, om een idee te geven van prijs, die remschoen. Dat is één zo'n setje is €25. Dus het is €50 voor en achter vervangen. Maar toch vermoeiend ze die bandenwissel. Dus dopje er terug op daar. Nieuw vet op de as. Even verspreiden. Die steekt er door. Ja, moet ik zien dat ik hem goed uitlijn natuurlijk. Hè. Ik ga zo meteen bekijken. En hier is het gewoon een rondelletje erop. En die geborgde kroonmoer. En hier een nieuwe
M8 bouwt erin van. Nee, dat zijn er van 6. Maar deze is een M8. Is het 4 of 5? Ik moet toch ook een beetje helpen, precies om de. Ik hoop dat ik de draad niet te veel spend. Juist lang genoeg. Ja, voilà. Nieuw rubber. Ja, oud rubber. Bij deze is hem dus klaar. We gaan, we gaan normaal gezien op reis gaan ermee. Ik ga nog niet te veel beloven, maar we gaan op reis gaan. Met de 6-jarige. Dus dat betekent 1 nacht in de tent, 2 dagen rijden. 70, maximum 100 kilometer ver. Ik moet juist nog mijn trommelremmen vervangen. En dan ben ik klaar voor de reis. Brugkussen kan weg en dan kunnen daar allemaal bagage steken. Brandstofreserve.